Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten wat hij zelf begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Aan het begin van deze dienst in de lijdenstijd horen wij woorden van God uit Handelingen 2, vers 23, waar het gaat over het lijden en sterven van Jezus Christus. En daar klinken deze woorden. Deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, heb u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. Woorden van de levende God. We willen met elkaar gaan zingen uit Psalm 40 en van Psalm 40 vers 3 en vers 4, waar het onder andere gaat over de reden waarom de Heer Jezus naar deze wereld is gekomen. Psalm 40 vers 3 en 4.
Die laatste woorden die we net gezongen hebben over die heilige wet die helemaal bij ons van binnen zit, dat kon inderdaad over de Heer Jezus met recht gezegd worden. En voor ons is het goed dat wij elke keer weer aan die heilige wet herinnerd worden als leefregels, hoe wij in het leven moeten staan. En dat is ook waarom we vanmorgen ook weer willen luisteren naar Gods heilige wet, zodat wij die kunnen verinnerlijken. En daarna zingen we uit Psalm 119, vers 18 en vers 19, waarmee we iets uitzingen naar God toe van onze dankbaarheid voor zijn leefregels en onze vreugde in zijn geboden. Dus Psalm 119, vers 18 en 19, nadat wij geluisterd hebben naar Gods heilige wet. Toen sprak en ook nu spreekt God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ik ben een naijverig God. Dat wil zeggen, ik ben een God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij niet op de eerste plaats zetten. Maar ik ben ook een God die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, ondoordacht of oppervlakkig gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam op die manier misbruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt, een aparte status toekent. Zes dagen heeft u gekregen om te arbeiden en al uw werk te doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Op die dag zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw personeelsleden, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is. En de reden daarvoor is dit. In zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen of over uw naast. U zult niet begeren het huis van uw naast. U zult niet begeren de vrouw, man, partner van uw naast. En ook zijn dienaar en dienares, zijn personeelsleden niet. Zijn rund niet, zijn ezel niet. Nee, niets begeren wat van uw naaste is. En de Heer Jezus die vatte dat samen met twee geboden. U zult de Heere uw God liefhebben. En dat liefhebben, dat zult u doen met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw verstand en al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk, u zult uw naaste liefhebben zoals uzelf. Amen.
Wij willen samen aan de Heere God vragen om een zegen over deze dienst. Laten wij bidden. Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Op deze zondagmorgen komen wij naar u toe, als gemeente die het voorrecht heeft dat ze uw naam mag dragen. En als wij vanmorgen naar u toe komen, dan komen wij allereerst naar u toe om u te danken. Want u bent in de achterliggende week weer zo trouw geweest, heren, waar wij vaak ontrouw waren. En u heeft ons ook weer deze nieuwe dag gegeven, waarop wij begroet werden door de stralen van de zon. En ook daaruit spreekt uw goedheid. Niet alleen voor ons, maar voor heel de wereld. En u heeft ook de deuren van dit kerkgebouw open laten gaan. En misschien zijn we dat wel weer vanzelfsprekend gaan vinden. Terwijl we nog maar zo kort geleden heel anders hebben meegemaakt. Maar wilt u juist ook in ons hart dankbaarheid geven vanmorgen? Dat de deuren open konden gaan. En dat we hier welkom werden geheten door u. U bent hier de gastheer, wij de gasten. En u heeft ons uitgenodigd en opgeroepen om hierheen te komen, omdat u ons wil ontmoeten. En dat geldt niet alleen als we hier in de kerk zitten, heren, maar ook als we op afstand verbonden zijn. Thuis, in een ziekenhuis, verzorgingshuis, verpleeghuis of waar dan ook. Ook dan zijn we onderdeel van uw gemeente. En ook dan wilt u ons ontmoeten. En we danken u dat daar ook de technische middelen ervoor mogen zijn. En we willen u vragen of u dat ook allemaal goed wil laten gaan. En of u ook wil helpen bij het bedienen en regelen. En dat zo ook uw evangelie naar al die huizen en plaatsen mag gaan. Zodat mensen daar ook vanmorgen door het woord heen u zullen ontmoeten, Heer Jezus Christus. We willen u vragen of u bij ons wil zijn in deze dienst. En dan allereerst door onze schuld en onze zonde te vergeven. U heeft net weer uw heilige wet laten klinken in het midden van de gemeente. En wij hebben het gezongen dat al onze lust en onze vreugde daarheen gaat, heren. Maar de werkelijkheid is vaak zo anders. En dan stellen we onszelf, maar boven alles uit, u toch ook zo vaak teleur. Door onze daden. Door wat we doen of juist niet doen. Door wat we zeggen of wanneer we zwijgen. En alles wat er in ons omgaat. Waar andere mensen helemaal niks van weten. Wilt u al die dingen vergeven. Voordat wij zo meteen de Bijbel open doen om naar uw woorden te gaan luisteren. Wilt u dat pad weer glad en effen maken. Zodat uw evangelie ook echt bij ons naar binnen kan komen. En niet wordt tegengehouden door barrières en drempels van onze kant. En dat hoeft niet alleen te zijn hoe we afgelopen week geleefd hebben. U weet ook hoe wij hier nu in de dienst aanwezig zijn. Of we met verlangen naar uw huis zijn gegaan. Verlangen om van u te horen en u te ontmoeten. Of dat we vooral hierheen zijn gekomen omdat het moest. Of uit gewoonte. Zonder dat we erbij nagedacht hebben. En dat is een goede gewoonte, heren, maar geef toch dat we ook met ons hart erbij betrokken zullen worden vanmorgen. Ook als we misschien wel nog niet helemaal bijgekomen zijn van wat we de afgelopen dagen of nachten gedaan hebben. En we daardoor ook weinig concentratie hebben. Wilt u dan met uw geest in ons midden werken? Hoe we ook in het leven staan, wie we ook zijn, dat we aangesproken worden door u en door uw woord. Uw woord van genade, maar ook een woord wat ons confronteert. Als iedereen die een taak of een rol heeft in deze dienst daarbij helpen. Dat het goed mag gaan, dat de dienst in goede orde mag verlopen, maar vooral ook dat het zal bijdragen aan de eer en de verheerlijking van uw grote en prijzenswaardige naam. Wilt u zelf, Heer Jezus, in ons midden werken? Wij geloven, op grond van uw eigen woord, dat u hier in ons midden bent. Maar wilt u het ons ook laten merken?
door uw Heilige Geest heen. Dan zal het echt een goede en een gezegende dienst zijn. Wij vragen u dat. Niet omdat wij het verdienen, maar omdat u een God bent die niets liever wil dan zich laten ontmoeten door mensen. En ons zo het evangelie voor te houden. In de naam van onze Here Jezus Christus. Amen. Schriftlezing deze morgen komt uit Johannes 7 en daarvan vers 1 tot en met 24. Johannes 7, vers 1 tot 24. In de eigen gemeente ben ik al zo'n beetje vanaf de kerst tot aan Pasen bezig met een serie waarin we elke keer luisteren naar een vraag van de Heer Jezus. Het zijn vaak in de tijd naar Pasen toe dezelfde geschiedenissen en daarom gekozen om niet zozeer de geschiedenissen centraal te zetten, maar de vraag die Jezus stelt aan de mensen om hem heen en daarmee vandaag ook aan ons. En vanmorgen ook een van die vragen van Jezus. Johannes 7 vanaf vers 1. En hierna trok Jezus rond in Galilea, want hij wilde niet in Judea rondtrekken, omdat de Joden hem probeerden te doden. En het feest van de Joden, het Loofhuttenfeest, was aanstaande. Zijn broers dan zeiden tegen Jezus, vertrek van hier en ga weg naar Judea, zodat ook uw discipelen de werken die u doet kunnen zien. Want niemand doet iets in het verborgene en streeft er tegelijk zelf naar dat men openlijk over hem spreekt. Als u deze dingen doet, maak uzelf dan openbaar aan de wereld. Want ook zijn broers geloofden niet in Jezus. Jezus dan zei tegen hen, mijn tijd is nog niet aangebroken, maar uw tijd is er altijd. De wereld kan u niet haten, maar mij haat zij, omdat ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn. Gaat u naar dit feest? Ik ga nog niet naar dit feest, want mijn tijd is nog niet vervuld. En nadat Jezus dit tegen hen gezegd had, bleef hij in Galilea. Maar toen zijn broers naar het feest gegaan waren, toen ging Jezus ook zelf naar het feest, niet openlijk, maar als in het verborgen. De Joden dan zochten hem op het feest en zeiden, waar is hij? En er was veel gemompel over hem onder de menigte. Sommigen zeiden, hij is goed, en anderen zeiden, nee, hij misleidt de menigte. Toch sprak niemand openlijk over Jezus uit vrees voor de Joden. Maar toen het feest al half voorbij was, ging Jezus naar de tempel en gaf onderwijs. En de Joden verwonderden zich en zeiden, hoe kent hij de schriften zonder onderwezen te zijn? Jezus antwoordde en zei, mijn onderricht is niet van mij, maar van hem die mij gezonden heeft. Als iemand de wil heeft om Gods wil te doen, zal hij van dit onderricht weten of het uit God is, of dat ik vanuit mijzelf spreek. Wie vanuit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer. Maar wie de eer zoekt van hem die hem gezonden heeft, die is waarachtig en geen ongerechtigheid is in hem. Heeft Mozes u niet de wet gegeven? En niemand van u doet de wet. Waarom probeert u mij te doden? De menigte antwoordde en zei, u bent door een demon bezeten. Wie probeert u te doden? Jezus antwoordde en zei tegen hen, Eén werk heb ik gedaan en u verwondert u allen. Welnu, Mozes heeft u de besnijdenis gegeven, niet dat ze van Mozes komt, maar van de vaderen. En u besnijdt iemand op de Sabbat. Als een mens de besnijdenis ontvangt op de Sabbat, juist om de wet van Mozes niet te breken, bent u dan verbitterd tegen mij, omdat ik een heel mens gezond gemaakt heb op de Sabbat. Oordeel niet naar wat voor ogen is, maar vel een rechtvaardig oordeel. Tot zover de lezing uit het woord van onze God. Zalig bent u, zalig ben jij als je Gods stem hoort, zijn woorden in je hart bewaart.
en in je leven in praktijk probeert te brengen. In de verkondiging staan we stil bij wat zich hier afspeelt, maar we luisteren ook met name naar die vraag uit het slot van vers 19. Jezus die de vraag stelt: waarom probeert u mij te doden? En we willen luisteren naar waarom Jezus deze vraag stelt, het antwoord wat erop volgt, maar ook wat ons eigen antwoord op deze vraag is. Wij gaan ons voorbereiden op de verkondiging, maar eerst een aantal afkondigingen namens uw kerkraad. Deze week worden alle catechisaties weer gegeven, dus inclusief de belijdeniscatechese. Vanmiddag begint de gewone dienst om 3:00 en gewone dienst staat tussen aanhalingstekens, want als het goed is, is het nooit gewoon dat de Heere God ons wil ontmoeten. En vanavond is er een jeugddienst waarin proponent J. Admiraal hoopt te spreken over het thema Petrus en ik. De dienst begint om 19:00, om 7:00 vanavond. Neem gerust vrienden, vriendinnen mee. Dan de collecten die zometeen ingezameld worden. De eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor energiekosten. De Heere zegene u en uw gaven. En daarna zingen wij uit Psalm 69 en daarvan vers 2 en vers 4, waar het gaat over, wij zingen hem met het oog op Jezus, over mensen, ontelbaar veel mensen die Jezus haten, en over oneenigheid en vervreemding tussen Jezus en zijn broeders. Psalm 69, vers 2 en 4.
Na het amen op de verkondiging zingen we zonder verdere aankondiging Psalm 31 en daarvan vers 11 en 12. En daar klinken onder andere deze woorden. Terwijl zij samen zich verbinden, besluiten zij mijn dood. Psalm 31, vers 11 en 12, na het amen van de verkondiging. Gemeente van Jezus Christus. We hebben er als mensen allemaal wel eens last van. Tenminste, dat denk ik wel. Dat er momenten zijn dat je niet goed kunt kiezen. We noemen dat dan hinken op twee gedachten. En dat kun je al zien bij kinderen als ze nog heel jong zijn. Bijvoorbeeld als ze naar school zijn gegaan. En dan hebben ze een heel plan in hun idee, in hun hoofd, wat ze na schooltijd thuis gaan doen. En dan hebben ze dat al helemaal verteld, wat ze allemaal willen gaan doen na schooltijd. En dat eigenlijk de middag al te kort is om dat allemaal te doen. En dan gaat de schoolbel en dan gaan ze naar huis. En dan lopen ze nog op het schoolplein, zo een paar stappen voor het hek. En dan komt er een vriendje aanrennen. Wil je vanmiddag bij mij komen spelen? Nou, dan zie je aan dat hoofd van dat kind, hé, nu moet er even een keus worden gemaakt. Ga ik vasthouden aan mijn eigen plan met alles wat ik wilde doen thuis? Of ga ik mee met dat vriendje en dan moet ik dus mijn eigen plan loslaten? En ik weet niet hoe het bij de jonge gezinnen hier gaat. Maar bij ons thuis gaat het dan nog wel eens zo dat een van onze kinderen dan kiest om toch thuis te gaan spelen. En dat je nog een keer vraagt als ouders, weet je het zeker? Want als je nu naar huis gaat dan, ja, nee, ik weet zeker. En dan zijn ze een kwartiertje aan het spelen. Ik zou toch eigenlijk wel graag naar dat vriendje willen. Hinken op twee gedachten. En dat doen niet alleen kinderen, dat doen ook jongeren. Of zaterdagavond bijvoorbeeld. Hinken op twee gedachten, wat is nou verstandig? Om naar huis te gaan of toch nog even te blijven? En volwassenen doen het ook voortdurend. En in Johannes 7 lijkt het wel alsof Jezus met datzelfde probleem worstelt. Hinken op twee gedachten. Als hij door zijn broers wordt aangespoord, ga nou mee naar dat feest in Jeruzalem, dan zegt hij nee, ik ga niet. En even later zien we hem toch gaan. Hoe kan dat? Wat is er aan de hand? Dat hij eerst zo afwijzend reageert en zo voorzichtig en daarna toch gaat. Nou, laten we kijken wat er nou eigenlijk aan de hand is in Johannes 7. Want het is opnieuw feest in Jeruzalem. Meer dan de andere evangelisten verbindt Johannes alles wat er om Jezus gebeurt met feesten in Jeruzalem. En nu staat er weer zo'n feest op het punt van beginnen, het Loofhuttenfeest. En de broers, de halfbroers van Jezus, die willen naar Jeruzalem toe. Dat zijn hun manieren. Zo zijn ze opgevoed. Jozef en Maria hebben hen grootgebracht met trouw aan de Joodse feesten. Dus als er nu weer zo'n Joods feest op het punt staat om te beginnen, dan is het haast geen vraag, maar dan is het vanzelfsprekend. Kom, we gaan naar Jeruzalem, zodat we daar dat feest kunnen vieren. Zodat we daar God kunnen loven en prijzen voor zijn genade. Maar Jezus zegt nee. Ik ga niet mee. Jullie mogen gaan. Ik hou jullie niet tegen, maar ik ga niet met jullie mee naar Jeruzalem. Waarom niet? Nou, iets daarvan lezen we in vers 1. Maar dat weten de halfbroers van Jezus niet. Jezus weet dat het in Jeruzalem en in het gebied om Jeruzalem heen voor hem op dit moment veel te gevaarlijk is. Want wat is er gebeurd? Twee hoofdstukken terug, u vindt dat in Johannes 5. Daar geneest Jezus een man die al 38 jaar ziek is. En dat doet hij niet op een willekeurige dag, nee, dat doet hij op de Sabbatdag. En dan staat er aan het einde van die geschiedenis in Johannes 5 vers 18... dat de Joodse leiders besluiten dat ze Jezus willen doden. Ze willen van hem af. En daarom gaat Jezus niet meer naar Jeruzalem. Niet zomaar. Daar is hij niet meer veilig. Maar die halfbroers van Jezus, die accepteren dat niet zomaar. En ergens zit daar wel iets moois in. Maar ook wel iets dubbels. Eerst maar even dat mooie.
Het zou ook wel raar zijn geweest als die halfbroers van Jezus opeens tegen hem hadden gezegd van joh, prima dat je thuis blijft. Denk er nog eens over na en misschien dat je de volgende keer wel meegaat. Nee, het is goed dat ze hem aansporen. Ook nu nog steeds trouwens. Is het goed dat wij elkaar aansporen om die trouw in de kerkgang en in het vieren van de christelijke feestdagen, om dat vol te houden. En niet zomaar te denken, nou ja, om de goede vrede en de lieve vrede wil. We vragen het één keer en als ze niet meegaan, ja, dan laten we het maar. Nee, dit is een mooi onderdeel van die broers. Blijf aansporen en blijf aanmoedigen. En ze hebben daar ook nog een andere reden voor. Want wat vertellen ze tegen Jezus? U kunt het niet maken om niet te gaan. Waarom niet? Nou, al die mensen die daar in Jeruzalem zijn, die willen meer horen en meer zien van Jezus. U bent toch die grote wonderdoener. U bent toch die Messias die komt. U bent toch die beloofde Messias die al eeuwenlang voorzegd is. En u zegt dat u het bent. Dan kunt u het niet maken om niet in Jeruzalem te komen. Hij moet van zijn halfbroers. En dan zeggen ze iets wat in onze vertaling net niet helemaal van de grond komt. Als die broers tegen Jezus aan het praten zijn, dan zeggen ze, zo vertaalt onze herziene Statenvertaling het, met vertrek van hier en ga naar Jeruzalem. Maar die broers bedoelen iets anders. Die broers die zeggen eigenlijk dit. Je moet naar Jeruzalem verhuizen. Je moet weg uit Galilea. Je moet daar gaan wonen waar de mensen komen. Je moet daar gaan wonen waar de tempel staat. Vertrek van hier. Verhuis naar Jeruzalem. Zorg dat je daar je werkterrein hebt. Zodat al die mensen kunnen zien wie u bent. En zodat al die mensen kunnen horen dat u de beloofde Messias bent. Klinkt nog steeds heel mooi, toch? Dat die broers zo betrokken zijn met Jezus. En dat ze zo hun best doen. En dat ze zo graag willen dat al die mensen over Jezus horen. Zouden wij ook wel eens mogen hebben die passie die die broers lijken te hebben? Maar waar komt die passie vandaan? Nou, twee verschillende dingen. Het eerste is dat ze hele moeilijke maanden achter de rug hebben. Wij hebben het wel eens over kerkverlating. En vorige week stond het nog op alle voorpagina's van de grote nieuwswebsites. Dat de kerken leegstromen na corona. Kerkverlating is iets van alle tijden. Nou, Jezus kende zelf ook zo'n kerkverlating. En daar waren die halfbroers van Jezus een beetje moedeloos van geworden. Iedereen was weggegaan. Iedereen die Jezus volgde was afgehaakt. En ze waren nog maar met een heel klein groepje overgebleven. En daar willen die broers verandering in brengen. Ze willen dat Jezus weer de aandacht krijgt. En dat hij weer groeit in aantallen mensen die hem volgen. Maar waarom willen ze dat? Dat is die tweede reden die ze hebben. Niet omdat ze Jezus geloven. Maar omdat ze aandacht willen. Johannes vertelt dat zomaar in een regeltje even tussendoor. Dat ze nog steeds niet in Jezus geloven. Het gaat hen niet om de inhoud. Maar het gaat hen om de aandacht. Ze willen dat Jezus zoveel mogelijk aandacht krijgt. Want als heel veel mensen Jezus gaan volgen en als het een hele grote beweging wordt, en dan kunnen zij daar misschien ook wel van profiteren. Dat is uiteindelijk het echte doel van de halfbroers van Jezus. Ze willen er een soort verkiezingstijd van maken. We hebben dat net achter de rug, de afgelopen weken en maanden, met al die politici die niet weg te slaan waren uit al die programma's. Zoiets willen ze, alleen dan natuurlijk in de tijd van Jezus. Dat Jezus als een soort magneet alle aandacht van de mensen naar hem toe trekt. En dat hij overal publiciteit krijgt. En dat al die mensen naar hem toe komen. Zodat zij er op lange termijn voordeel van hebben. Daarom moet Jezus naar Judea en naar Jeruzalem.
Want in Galilea, daar blijft niemand achter. Iedereen die ook maar een beetje kan, gaat nu naar Jeruzalem. En op al die bedrijven in Galilea zijn alleen nog maar knechten die ervoor moeten zorgen dat het werk blijft doorgaan. Maar alle andere mensen die gemist konden worden, gaan naar Jeruzalem om in de tempel feest te vieren. Dat is trouwens wel heel herkenbaar wat die broers van Jezus doen. Als de kerk kleiner wordt, en ik weet niet hoe dat hier is, maar ik denk dat u hier ook wel eens wat mensen kwijtraakt. Wat doen we dan als eerste? In heel veel kerken wel in ieder geval. Als eerste gedachte komt er dan in ons op, oh, dan moeten we een nieuwe strategie bedenken. Zodat we die mensen vast kunnen houden. En zodat we weer nieuwe mensen aan kunnen spreken. En dan moeten we gaan veranderen, want nou, zoiets willen die broers van Jezus ook. Een nieuwe strategie, een nieuw plan om aandacht te krijgen voor Jezus. En Jezus zegt, nee, ik doe er niet aan mee. Waarom niet? Nou, de eerste reden hebben we al gezien. Dat Jezus bedreigd werd door de Joodse leiders. En dat konden zijn halfbroers niet weten. Dus dat kunnen wij ook niet kwalijk nemen. Maar dat ze niet geloven in Jezus, dat kun je wel kwalijk nemen. Sterker nog, dat zal een keer kwalijk worden genomen. Als wij niet geloven in Jezus. En als wij hem wel een beetje volgen hier in de kerk. Maar dat je niet in de kerk zit omdat je in Jezus gelooft. Maar dat je vooral in de kerk zit omdat je dan de contact hebt met mensen. En een groep mensen om je heen en een gemeenschap. En er komt een moment dat je dat kwalijk zal worden genomen. Kunnen we niet omheen. Moeten we ook niet willen in de kerk. We moeten gaan geloven. Anders hebben we een probleem. Maar Jezus heeft nog een derde reden. De eerste was dat hij dus bedreigd werd door de Joodse leiders. De tweede was het ongeloof van zijn broers. Ze hebben wel hele mooie plannen, maar ze geloven er zelf geen eens in. Dan gaat Jezus er ook niet in mee. Maar de derde is de belangrijkste. God wil het niet. Dat zegt Jezus zelf. Mijn tijd is nog niet gekomen. Het is nu nog niet het goede moment om in de schijnwerpers te gaan staan. Het is nu nog niet het goede moment om al die aandacht te krijgen. Gods plan, de tijd van God is nog niet aangebroken. Daarom ga ik niet mee. En dan zie je die broers gaan. En wat voor gedachten ze gehad zullen hebben, weten we niet. Maar ze gaan naar het feest. En ze denken dat Jezus in Galilea achterblijft. Maar dan komt het vreemde. Jezus gaat toch. Wat moeten we daar nou van denken? Jezus wordt gevraagd door zijn broers, ga met ons mee. En hij zegt nee, want de tijd van God is nog niet gekomen. En die broers zijn nog maar een paar dagen onderweg en Jezus gaat achter hen aan. Wat zit daarachter? Je zou bijna denken, probeer je even te verplaatsen in die broers, dat Jezus gewoon geen zin had om met hen mee te gaan. En je kunt dat ook wel eens hebben. Het zijn hele ongemakkelijke momenten, maar misschien dat de jongeren daar ook wel wat van herkennen. Dat je heel graag naar een bepaald feest wil. Maar dat je wordt uitgenodigd door iemand waarvan je eigenlijk denkt, ja, maar ik heb wel zin om naar dat feest te gaan, maar niet met jou. En dan zeg je, nee, sorry, ik ga niet, ik kan niet. Allerlei andere plannen. En dan vraagt een uur later iemand aan jou, wil je mee naar dat feest? En dan is het iemand met wie je heel graag wel zou willen. En dan ga je toch. En dan hoop je maar dat je elkaar daar niet tegenkomt. Want dan wordt het heel, heel ongemakkelijk. Is Jezus ook zoiets aan het doen? Nee. Let goed op wat Jezus had gezegd tegen zijn broers. Hij had niet gezegd, ik ga niet naar het feest, punt. Nee, hij had gezegd, ik ga nog niet naar het feest. Hij moest een paar dagen wachten. Hij wilde niet mee in die hele grote stroom van mensen die naar Jeruzalem zouden gaan. En die gelijk alle aandacht aan hem zouden geven. Hij wil geen publiciteit. Hij wil geen camera's op hem gericht, zouden wij vandaag zeggen.
Maar hij wil in alle stilte naar Jeruzalem toe om daar zijn werk te kunnen doen. Anoniem, onder de radar. En dan moet je ondertussen even kijken wat er in Jeruzalem gebeurt. Daar zit iets van, ja, hemelse humor in misschien wel. Want Jezus is niet in Jeruzalem. Maar hij krijgt in Jeruzalem wel alle aandacht. Precies wat die broers wilden. Dat Jezus alle aandacht zou krijgen. En dat iedereen het in Jeruzalem over Jezus zou hebben. Dat gebeurt terwijl Jezus er niet is. Want wat is er aan de hand? De Joodse leiders hebben een probleem. Wat is hun probleem? Ze willen Jezus doden. Ja, dat is nog niet hun probleem. Ja, vanuit ons gezien natuurlijk wel. Maar het probleem is, je kunt Jezus niet doden als hij niet op het feest is. Dat wordt vrij moeilijk. Ze waren er helemaal van uitgegaan dat Jezus naar Jeruzalem zou komen. En dan konden ze hem in Jeruzalem te pakken nemen en gevangen nemen en ter dood veroordelen en ter dood brengen. En dan was het klaar, dan was de cirkel rond en dan konden ze verder. Maar ze kunnen hem niet vinden. En wat doen ze dan? Nou, dan gaan ze aan alle mensen vragen of ze Jezus hebben gezien. En dan gaan ze, zo stel ik me dat voor, alle herbergen langs. En alle douaneposten langs om bij al die stadspoorten te gaan vragen aan de mensen die daar zitten. Van joh, heb je Jezus ook gezien? Nee, niet gezien. Hoezo dan? Ja, daar willen we het even niet over hebben. Maar heb je hem gezien of niet? En zijn broers dan? Heb je zijn broers wel gezien? Ja, die hebben we wel gezien. En zo gaat het in heel Jeruzalem over Jezus, zonder dat hij er is. Zelfs de bevolking heeft het over hem. En die komen er niet uit. Fluisterend en mompelend praten ze met elkaar over wat ze van Jezus moeten denken. De een is heel positief. En die heeft heel hoge dunk van de Heer Jezus. Maar een tweede is heel negatief. Nee, Jezus misleidt de mensen. Jammer dat ze niet allemaal positief zijn over Jezus. Maar dat is vandaag de dag ook nog steeds zo. Vraag 10 mensen in de kerk en buiten de kerk wie Jezus voor hen is en je krijgt heel verschillende antwoorden. Dat was in Jeruzalem toen ook. Maar het mooiste is dat ze het wel allemaal over Jezus hebben. En niet meer over koetjes en kalfjes en andere dingen. Maar ze doen het wel heel zachtjes. Niemand durft hardop over Jezus te praten. Niemand durft zomaar te zeggen, ja, de Jezus, die geloof ik en die beleid ik. Want ze zijn bang voor de leiders. Het is niet echt een feeststemming in Jeruzalem. De mensen zijn bang dat de leiders hen ook kwaad zullen doen. En dan komt Jezus, halverwege het feest. Terwijl al die mensen het al dagenlang over hem hebben. En terwijl die Joodse leiders al dagenlang naar hem aan het zoeken zijn, gaat Jezus in alle rust en anonimiteit naar de tempel. En ik vraag me dan af, de Bijbel vertelt het ons niet. Maar hoe zullen die broers hebben gereageerd toen ze erachter kwamen dat Jezus ook in Jeruzalem was? Dat bij wijze van spreken iemand tegen hen heeft gezegd van joh, we hebben Jezus gezien in de tempel. En dat die broers elkaar aankijken en denken, ja, dat kan helemaal niet. Je moet je vergissen. Want Jezus zou niet naar het feest komen. Maar hij is er wel. En hij gaat in de tempel gaat hij onderwijs geven. En dan komen de Joodse leiders. En dan ontstaat die confrontatie waar het ons vanmorgen om gaat. Dat eerst al die verschillende dingen al zijn geweest. Dat Jezus nee zei en toch ging. Dat zijn broers denken dat hij er niet is. Dat de Joodse leiders hem zoeken, want ze willen hem vermoorden. En dat komt allemaal bij elkaar. Als Jezus hen die vraag stelt. Waarom probeert u mij te doden? Waarom willen jullie van mij af? Nogal een heftige vraag. En probeer je het even voor te stellen. Dat Jezus daar staat in de tempel. Met al die Joodse leiders om hem heen. En daaromheen het Joodse volk.
En dat Jezus daar het woord neemt. En ze zo recht toe recht aan, recht op de man af, de vraag stelt. Waarom wil je van me af? Waarom probeer jij mij te doden? Waarom hebt u het besluit genomen dat u mijn leven wil afpakken? En laat die vraag eens binnenkomen. Zo halverwege de lijdenstijd. En ga niet gelijk de vraag wegschuiven. Dat hebben we in de christelijke kerk te vaak gedaan. Dat als deze vraag naar ons toe kwam, waarom probeert u mij te doden? Waarom wil je van me af? Dat we gelijk zijn gaan wijzen. Oh, maar het waren toch de Joodse leiders die het gedaan hebben? Zij hebben Jezus gedood. Zij hebben het besluit genomen. De schuld ligt helemaal bij hen. Of dat we zeggen, ja, tuurlijk die Joodse leiders, maar toch vooral het Joodse volk, hè, want die is erin meegegaan. Die hadden in opstand moeten komen. Die hadden zich moeten verzetten. En dan hou je het heel mooi bij jezelf vandaan. En dat is geen Bijbels antwoord. Als wij daaraan vasthouden, met alleen maar ons antwoord, ja, maar het waren de Joodse leiders, ja, maar het was het Joodse volk, ja, maar het waren die, dan hebben we Jezus' vraag niet begrepen. We moeten niet wegwijzen. We moeten onszelf niet verschuilen achter anderen. Ik weet niet hoe het bij u ligt. Maar ik weet vrij zeker dat als ik in die dagen in Jeruzalem had rondgelopen, hoe erg ook om daarover na te denken, maar dat je het meegeschreeuwd zou hebben met die bevolking. Vanuit al die groepsdruk en al die massa mensen. Jezus stelt ons daarmee een hele confronterende vraag. Waarom probeert u mij te doden? Waarom willen jullie van mij af? En dan kunnen we zeggen, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Nee, is dat zo? Waarom doen we dan nog steeds zoveel zonde? En waarom doen we dan nog steeds dingen die er uiteindelijk toe geleid hebben dat Jezus gedood moest worden? Elke keer als wij iets doen, en dit is echt geen pessimistische blik op de werkelijkheid of zwart kijken, maar dit is gewoon het eerlijke Bijbelse verhaal. Maar elke keer als wij iets doen waarmee we God verdriet doen, dan doen we dus iets wat er uiteindelijk voor gezorgd heeft dat Jezus de dood moest sterven. Elke keer dat wij zondigen, zeggen we eigenlijk, Jezus, we willen u doden. Denk daar eens over na als je zonde doet. Dat elke zonde weer een extra reden was waarom hij de dood moest sterven. Dat hij het heeft gedaan, dat is genade. Wonderlijke genade. En dat heeft hij voor ons gedaan, ja. Maar dat heeft hij ook door ons gedaan. Wij hebben daarvoor gezorgd. En daar wil die vraag van Jezus ons bij bepalen. Waarom proberen jullie mij te doden? En doe ook niet wat het volk doet. Want wat doet het volk? Nou, die hebben ook zo hun strategie om onder deze vraag uit te komen. Al die tijd hebben ze gefluisterd en gemompeld en geluisterd naar die confrontatie tussen Jezus en de leiders. Maar als Jezus gaat zeggen, waarom proberen jullie mij te doden, dan willen ze van die vraag af. En wat doen ze dan? Jezus belachelijk maken. Je bent door een duivel bezeten, zeggen ze tegen hem. Heftig. Je lijdt aan achtervolgingswanen. Je bent paranoïde. Je bent een complotdenker. Zoiets zeggen ze tegen Jezus. Wie probeert jou te doden? Helemaal niemand, toch? Wat doe je moeilijk? Ze wisten beter, maar ze willen geen antwoord geven op deze vraag. Want ze wisten het echt beter. Want denk even terug wat we eerder hoorden over die menigte. Waarom waren ze aan het fluisteren? En waarom waren ze aan het mompelen? En waarom had niemand het hart op over Jezus? Omdat ze bang waren voor wat de Joodse leiders zouden gaan doen. En nu Jezus tegen hen zegt, jullie willen mij doden, zeggen ze, oh nee hoor, niks aan de hand. We leven allemaal in vrede en goede sfeer samen.
Ze overschreeuwen de vraag van Jezus. En dat kunnen wij vanmorgen ook doen. De vraag van Jezus overschreeuwen. Door gewoon maar weer door te gaan. Maar we zijn wel onderweg richting Goede Vrijdag. En wat zijn die mensen aan het doen op Goede Vrijdag die zichzelf nu aan het overschreeuwen zijn? Die zijn daar nog een keer aan het schreeuwen. Maar dan schreeuwen ze 3 keer kruis hem, kruis hem, kruis hem. Laat daarom die vraag binnenkomen. Want als je nu doorloopt en als je nu doorgaat, dan zou het zomaar kunnen dat je feitelijk hetzelfde doet als de mensen toen. En dat je bijdraagt aan het lijden van Jezus Christus. Je moet daar ook altijd aan denken bij de Passion. Je kunt daarvan vinden en van denken wat je wil. Maar wij zijn ook niet de primaire doelgroep. Maar dat moment dat ze daar op dat marktplein, waar dan ook in Nederland staan, en dat die hele menigte het gaat uitschreeuwen. Hè? Nederlanders, anno 2023. Het met elkaar massaal gaan uitschreeuwen. Kruis hem. En dat dreunt dan over zo'n marktplein heen. En dan besef je even. Hé, ik had daar ook tussen kunnen staan. En dan besef je even. Hé, ik heb eigenlijk met mijn hele leven hetzelfde geroepen als de mensen daar. Wij zijn schuldig aan het sterven van Jezus. En dat is wat Jezus ons met deze vraag probeert te leren. Waarom? Om ons een tweede kans te geven. Want daar is het Jezus altijd om te doen. Om ons een tweede kans te geven. Om een andere keuze te maken. Om heel bewust ons leven als een schuldbelijdenis voor hem neer te leggen, maar ook te danken voor zijn genade. Om heel bewust toe te leven vanaf deze 5e lijdenszondag naar Goede Vrijdag en naar Pasen toe, naar de Stille Week. Jezus geeft ons ook in 2023 nog een tweede kans. Kies heden wie je dienen zult. Overschreeuw jezelf niet door Jezus weg te zetten als een waanzinnige. Overschreeuw jezelf niet door te wijzen naar die Joodse leiders en het Joodse volk. Maar laat in alle stilte die vraag van Jezus naar binnen komen. Echt even naar binnen. En geef dan, in de stilte, en zometeen ook in de stilte misschien wel, of juist in het gewijde moment van het voorspel op wat we gaan zingen, geef dan in alle rust is een antwoord aan de Heer Jezus op deze vraag. Waarom probeert u mij te doden? Waarom leef jij op zo'n manier dat ik niet anders kon dan ook voor jou de dood te sterven? En waarom ga je daar nog steeds mee door? Geef op die vraag in de stilte. Maar geef vooral ook op die vraag voor het heilig aangezicht van God een eerlijk en een oprecht antwoord. Amen.
Wij willen samen de Heere gaan danken en ook voorbeden doen. Wij hopen in het gebed ook te danken met Arjan en Marja de Bruin, Boshoekerweg 6. Zij hopen samen met hun kinderen op DV 20 maart te gedenken hoe de Heere hen 25 jaar door de band van het huwelijk gespaard heeft. We willen bidden voor de jeugddienst van vanavond. We willen bidden voor Betsy Draaier, Dorpsstraat 23, die op dit moment in het WZC De Boskamp te Epe verblijft. We bidden voor de zieken thuis en in verpleeg- en verzorgingshuizen. En we willen ook denken aan alles wat er op dit moment speelt in Oekraïne, Turkije en Syrië. Zullen we samen de Heere danken en bidden. Heer Jezus Christus, wij komen opnieuw in gebed naar u toe. En wij komen opnieuw allereerst naar u toe om u te danken. Te danken, Heer Jezus, voor die vraag die u ons vanmorgen heeft gesteld. Jong en oud. Die vraag waarom wij leven zoals we leven. En waarom we dat vaak zo ondoordacht en oppervlakkig doen. Niet in het besef dat we daarmee ook meedelen in het besluit om u te doden. Geef ons dat besef zo een paar weken voor de stille week. We zijn al over de helft, Heer Jezus, van de lijdensperiode. Een periode waarin we toeleven naar wat u heeft willen ondergaan. Voor ons. Maar ook door ons. En geef ons dat besef ook vanuit deze dienst van vanmorgen. En niet dat het ons wanhopig moet maken, Heer Jezus. Want u komt met uw genade naar ons toe. Maar wel dat u ons hiermee stil wil zetten. En hoe ongemakkelijk dat misschien ook was, toch willen we u daarvoor danken. En willen u vragen of u dit ook wil zegenen in onze levens. En dat we die vraag van u niet wegspoelen zometeen met wat koffie of thee of wat dan ook. Maar dat die vraag echt met ons meegaat en ook nog nabesproken wil worden. We willen dan ook als gemeente danken. Danken met Arjan en Marja de Bruin. Als zij op 20 maart mogen gedenken en vieren dat u hen al 25 jaar aan elkaar hebt gegeven in het huwelijk. U heeft gespaard en bewaard. En zij mogen dit moment gedenken en vieren met hun kinderen en anderen om hen heen. En er zullen in die 25 jaren, heren, ook best moeilijke momenten geweest zijn. U kent hen. U kent hun huwelijksleven. U kent hun hele leven. We willen u danken voor die bewaring en sparing. We willen u ook danken dat u in die jaren mee bent gegaan en trouw bent geweest. En we willen u vragen of u dat ook in de toekomst wil blijven doen. Dat u met hen meegaat. En hen elke keer weer leren om samen, als man en vrouw, maar ook als vader en moeder ook afhankelijk van u te zijn. We willen ook bidden als gemeente. Allereerst voor de jeugddienst van vanavond. Wilt u proponent admiraal alles geven om op een goede manier ook de jeugd aan te spreken en aan te raken met uw woord. Geef ook een goede en een trouwe opkomst vanuit de jongeren. En dat ze daar ook met een open en een ontvankelijk hart zullen zitten om te luisteren naar wat u tegen hen wil zeggen. Wilt u het zo een goede en een indrukwekkende en een gezegende jeugddienst laten zijn. We willen ook bidden voor Betsy Draaier, die verblijft in Epe. Wilt u meegaan? Wilt u kracht geven? Wilt u uw aanwezigheid laten merken, elke dag opnieuw? Dat vragen we ook voor alle zieken, thuis, in de verpleeg, verzorgingshuis, het ziekenhuis, waar dan ook. Ook de mensen die zelf wel weten dat ze ziek zijn, maar misschien om hen heen nog maar een enkeling of zelfs nog niemand. Wat kan het soms ook een eenzaamheid geven, te horen dat je ziek bent. Dat u met alle zieken meegaat.
Wilt u ook de gemeente om hen heen laten staan, dat ze zich gedragen weten in de gebeden, in de kerk, maar ook in de huizen. Maar dat ze zich ook gedragen weten doordat er ook aandacht en betrokkenheid wordt getoond vanuit de gemeente. We dan nu ook bidden voor alles wat er op het wereldtoneel gebeurt. En dat is echt van alles, Heer. En dan zijn er hier net drie landen genoemd, Oekraïne, Turkije en Syrië. Maar er zijn ook nog zoveel andere landen te noemen. Maar wilt u zijn met de mensen in Oekraïne, met de bevolking daar? En dan bidden we u ook, Heer, want dat mogen we niet onvermeld laten. Dan bidden we ook voor de inwoners, de bevolking van Rusland, waar er zoveel zijn die dit allemaal niet gewild hebben en ook nog steeds niet willen, maar die erin mee zijn gesleurd. Wilt u daar ook mee zijn? Wilt u zijn met alle leiders die beslissingen nemen en te nemen hebben over Oekraïne en alles wat daar gebeurt? Geef wijsheid om het belang van de mensen te dienen. Wilt u ook zijn met de mensen in Turkije en Syrië? Als we ook afgelopen week weer beelden langs konden zien komen van overstromingen. En dan komt het er zomaar weer overheen. Terwijl mensen al alles zijn kwijtgeraakt en niet weten hoe verder te moeten. Wilt u daar ook zijn met uw troost en met uw aanwezigheid? Heren, zo hebben we u veel te vragen. En we zouden waarschijnlijk nog veel meer dingen kunnen noemen. Maar u heeft allereerst vanmorgen aan ons een vraag gesteld. Een indringende vraag. Een vraag die door onze maskers heen ging. Naar de diepte van ons bestaan. En wij willen u alle dingen die wij gevraagd hebben, die hebben wij u gevraagd in het besef dat we van u afhankelijk zijn. En dat u die weg bent gegaan die ons redding bracht en leven. Door ons. Maar wonder van genade, u deed het ook voor ons. En dat geeft ons de vrijmoedigheid om tot u te bidden. En wij doen dat alleen maar in uw naam. De naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij zingen als slotzang opnieuw uit Psalm 84. En dit op verzoek van het jubilerende echtpaar. Psalm 84 en daarvan vers 2 en vers 6. Helemaal aan het begin van de dienst zongen we vers 1 en 2. En nu gaan we een deel daarvan herhalen met vers 2 en daarna vers 6. Psalm 84, 2 en 6.
Wij mogen van hier heen gaan in vrede en ook in vrede thuis of elders de uitzending beëindigen. Maar niet voordat wij ons gedragen weten door Gods zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest, zij met u en jullie allen. Amen.